mensen. En Ineken en Ireneken, tot volgende week, hè. Het type Camille Spiesis was natuurlijk ook meteen bingo, omdat... je zag hoe Chris weer, hè, deed die kleren aan, dat haar omhoog, en hij was meteen in die rol. En hij zei eigenlijk niet zo geweldig geestige dingen, maar hij zei die op zo'n manier dat het zo geestig was. Everett, zeg het een keer. Everett, wat is het? Ik doe een petitie over de lichtpollutie. Ik vind dat goed. Ze moesten er al veel vroeger mee afgekomen zijn. Ze wachten ze altijd tot als er accidenten en doden vallen en zo. Ik ben heel content dat dat er is. Hoe bedoelt u? De luchtpolitie. Nee. De lichtpollutie. Ja. Lichtpollutie. Pollutie. Zijn er al van die speciale vuilbakken voor? Nee. Nee, wel, dan is goed, dan ben ik ervoor. Nee, u moet tekenen als u er tegen bent. Ja, maar ja, tegen wat? Er is te veel licht. Te veel? Ja, s'nachts. S'nachts? Ja. S'nachts is er zoveel licht dat je de sterren niet meer kunt zien. Allee, lijkt of overdag dat het soms zodanig donker is dat je de zon niet meer kunt zien. Allee, lijkt of nu, als je binnen zit. S'nachts kunnen we normaal 300 sterren zien. Moest er geen licht zijn, dan zouden we er 600 kunnen zien. Moest er geen licht zijn, dan zouden we niets kunnen zien. Als het licht van de autostrades en de reclames zou gedoofd worden... Hier maar leuk gebeuren, nee. Dan zouden we buiten de gewone 300 dubbel zoveel sterren zien. Ja, wel, luister, ik vind persoonlijk, ik vind 300, ik vind dat genoeg. Dat moet niet meer zijn. Dat is 100 sterren, ik vind dat te veel. Persoonlijk, ik vind dat niet. Ik neem dus aan dat u niet tegen de lichtpollutie bent en dus ook niet wilt tekenen. Natuurlijk ook ik tekenen, natuurlijk. Natuurlijk, wat kun je doen? Een zuivere sterrenhemel. Ah, jong, dat doe ik nog, kijk. Voilà, ik teken het en al, alsjeblieft. Hartelijk bedankt. En dan nog veel succes, hè, met jouw dinges. En voorzichtig van uw kop, hè. Misschien hebben die mannen wel gelijk, hè. Misschien maken we toch wel te veel licht, hè. Goh, de eerste keer dat ik die Camille Spiesis zag, dacht ik... Bah, wat is dat voor iets, wat een vies feestje. In zo'n vuil kot en al, oh, jongens, zo'n konijnenboer. Wat is? Herken je me niet misschien? Ik ben momenteel aan het repeteren voor een theaterstuk in onze vereniging Samen op de planken zonder koorts. Met je naam, Samen op de planken zonder koorts. En ik ben momenteel aan het repeteren voor het stuk... ik speel erin het konijn. In het stuk De Drie Bekertjes. Dat is maar een bijrol natuurlijk. Dat is geen hoofdrol. Dat is voor De Drie Bekertjes. Dat is normaal. En voor de wolf. En ik kom dus op het stuk op het einde. Het is een groot feest. En allemaal de beesten zijn uitgenodigd. En dan kom ik dus binnen. En dan moet ik eerst kloppen. En dan steek ik de deur open en luid roepen. Is er geen belet? Dan ben ik het doen. Dat is niet moeilijk. Hoe kijk je mee? Is er geen belet? Monseigneur, monseigneur, één vraagje. Waarom heeft ons land nog nood aan een koning? De mensen, zij zeggen soms, de koning is niet meer van deze tijd. De koning moet worden afgeschaft. De koning is ouderwets. Maar dan heb ik ook een vraag, hè. Wie gaat dan nog het land besturen? De koningin kan dat niet alleen, hè. Bij de aanplanting van een bos in Lokeren... stond Camille Spiesis daar als tuinman nummer 1 en ook zijnde uit Lokeren. En de prins kwam daar aan en herkende onmiddellijk Camille Spiesis... en liep regelrecht naar Camille toe... maar vergat wel dat daar de burgemeester en de gouverneur en alle schepenen... Oei, en de prins was weg... Monseigneur, mag ik u welkom heten? U mag mij welkom heten, maar ik heet eigenlijk al Laurent. Hè. Maar goed, vandaag ben ik hier om een oud mens gelukkig te maken. Daarvoor ben ik naar hier gekomen. Ik ben gestruikt. Excuseer, de ingang is nogal klein, maar wij hebben niet de financiële middelen.
Goeiedag. Goeiedag, ja. U bent oud, hè, meneer? Ze hebben 1418 nog meegemaakt. 1418, dat is een hele moeilijke leeftijd, hè. Goeiedag, mevrouw. En wie bent u, oude mevrouw? Dat is Wiske. Ja, zij is pas 102 geworden. 102? Allee, dat zou je niet zeggen, ja. Ze ziet er veel ouder uit, hè. Met al dat verrippelen. Dat komt goed van pas. Allee. Maar stel me toch anders uit aan. Ja, dat zijn oude snoepers, hè. Je kunt daar niet streng genoeg mee zijn, dat is echt waar. Hè. Zoals u gezien hebt, monseigneur, heeft dit rusthuis dringend behoefte aan extra middelen om onze bejaarden de juiste verzorging te kunnen bieden. Ik huur de kamer en ik zal 3 maanden voorschieten. Ah ja, en ik heb ook nog een foto van de nieuwe logé. Voilà. Voor een placement. Allez, bon. Tot ziens. Monseigneur. Hij ziet er ook fysisch heel goed uit als prins Laurent, vind ik. En ook die stem en die manier van spreken en ook weer het lachje dat hij daar meegeeft. Dat is grandioos. Dat vind ik een van zijn sterke figuren, die prins Laurent. Echt waar. Prins Laurent is het boonkop. Of vind je de, hè? Ja. Monseigneur, mag ik u namens al onze medewerkers hartelijk welkom heten in onze zon? Dat mag u. Ik heb veel genoegen hier te zijn. Ik ben graag onder beesten. Mag ik u voorstellen, monseigneur, onze ontvangstdames Martin en Joko? Oh, wat een mooi meisje. Ze heeft een grote attractie. Kom hier dat ik u pak. We hebben ooit de vraag gekregen van prins Laurent zelf om een compilatie te maken met alle sketchen die Chris gedaan had waarin hij als imitatie inzat. Dus de rest hoefde hij allemaal niet te hebben. Hij wou gewoon de fragmenten hebben waarin hij gepersifleerd werd, omdat hij het zo geweldig vond. Wel, iedereen weet dat prins Laurent een grote dierenvriend is. Op een bepaald moment zit er daar ook ergens een sketch met het zogezegd diervriendelijke van prins Laurent. Bijzonder grappig, moet ik zeggen. Elke dag voor ik begin aan mijn zware dagtaak als prins, laat ik hem nog even uit, mijn hond, Edouard. Hij loopt achter een stok, hij doet zijn boodschappen. Ja, het is fijn een hond te zijn. Er is een glazen gevallen. Er is van de week heel wat mail binnengekomen. Kan u dat direct een keer laten zien? Sorry, minnetje, dat had ik niet ook niet. En dan is het de bedoeling dat we door een zachte druk uit te oefenen, die kleine stukjes door de buis jagen. Zodat je dus een verstopping hebt. Voilà, dat is mee te maken, zie. Skilt en skilt en vriend, de Vlamingen op het oorlogspad. Skilt en vriend. Hallo. Goeiedag,
beste pottenkijkers. Vandaag wil ik het met u over iets hebben waar we allemaal al een keer mee te maken krijgen. Namelijk spaghetti. Hoe kunnen u weten of dat je goede spaghetti gemaakt hebt? Dat is heel gemakkelijk. Als dat tegen de muren blijft hangen, dan is het goeie. En nu alleen de saus nog. Dus we nemen een pollepel saus en ik kwak die, maar in plaats van die tegen de muur kwakken, vloog die eigenlijk iets te hoog en vloog die eigenlijk tegen het plafond. En dat begon zo. Dat gaat lekker. Het was een lumineus idee, een sketch Bart de Pauw en Chris van den Deupel. Dat kan niet anders dan geweldig worden. En het mooie was dat het zou zijn met de man van Melle en de bokser. Welkom bij Eén Nacht met het datingprogramma waarin een fan één nacht op stap mag gaan met zijn idool. Ik ben dus werkelijk met de trein naar hier gekomen, dus speciaal vanuit Melle, dus de Koekoekstraat nummer 70. En ik ben hier niet alleen voor Hanne, maar ook voor mijn eenzaamheid, dus werkelijk. En speciaal voor de leerling ben ik dus ook exhibitionist geworden. Exhibitionist? Ja, ik ben dus volledig exhibitionist geworden, hè, dus ik eet geen vlees meer. Hè. Dus alleen dus vis en groenten, dus volledige exhibitionistische neiging eigenlijk. Hè. Ah ja, dus eigenlijk bent u vegetariër, bedoelt u? Hé, Lambert, ik zei dat ik geen vlees eet. Als ik jou zou kiezen, Hoe zou je mij dan verrassen? In de living zou ik zo een hele grote doos zetten, zo volledig ingepakt met inpakpapier en dan met zo'n grote streekhond in. Dus werkelijk, als verrassing zou ik u dus verrassen met dus verwenbonds uit de flair. Dus werkelijk. Ah, dat klinkt wel heel goed. Dat klinkt goed zeker, hè. En dan zou ik u een stevige saunabeurt geven. Dus werkelijk, en dan dus ook volledig in smeren met van die lekkere olie. En dus overal in smeren. En dus onze zonnebank met u. Oh, dat zou ik u... Oh. Ah. Werkelijk. Toen is het idee ontstaan van laten we nu gewoon mekaars typetje inspelen. Laten we een keer omwisselen. En de man van Melle wordt dan ineens de bokser. En de bokser wordt de man van Melle. Moest me voeg doen, hè. Van die grote branden. Firma! Dingen, verder. Ja. Ja. Je bent gewoon een beetje te lang, hè. Papa, bent u van Gent? Het klinkt niet zo. Ik weet allemaal niet wat er aan de hand toe ben, want mijn tanden vliegen erop. Ik heb terug tong. Die twee hebben elkaar zo aan het lachen gemaakt dat ik weet niet hoeveel keer dat we dat moeten opnieuw opnemen hebben. En dat was de een die dan begon te lachen, dan begon Bart weer te lachen. Goed, Anne. Denk ik, kretsen. Ja. Ik heb mijn partner doorgekopt, hè. Ja. Ik heb hobby's voor Hulkenskern. Triestig, werkelijk. Dingen al, hè? Ja. Moet je niet uitleggen, hè? Nee, geen enkel probleem, maar ook veel maar. Goed, de heren hebben zo dadelijk een gedicht geschreven voor u, Hanne, om uw keuze wat te vergemakkelijken. Heren, wie gaat er beginnen? Wel, ik dus werkelijk. Ik zou dus willen beginnen dus met een geweldig gevoelig gedicht dat ik zelf dus volledig heb geschreven. Niet voor mijzelf natuurlijk, maar dus wel voor degelijk voor Hanne, die ik daarmee toch hoop een ongelooflijk plezier te doen. En het... En het gaat als volgt. Ja. Het gaat als volgt. Het is nog donker. En jij ligt nog wat te slapen. Je ene been hangt uit je bed. Je haren volledig door elkaar. En ik geef je een zoentje op je kleine neusje. En maar je wordt het niet gewaar. Oh, Anne, als ik jou zie, dan ben ik niet meer bij te sturen, werkelijk. Anne, die momenten, die zouden eeuwig moeten blijven duren.
Als ik jou zie, dan ben ik niet meer klein te krijgen. Hanne, ik zou je dolgraag even op mijn degen leggen. Ja, ja. Goed. In orde, in orde. Jacques, de juffrouw hier is haar weg kwijt. Ze is naar het schijnt verkeerd gereden. Van de splitsink. Juffrouw, ik vind het schoon. Jacques. Ja, schoonen hebt, hè. De slappe lach met Chris van Dorp op set gebeurt heel, heel regelmatig. Omdat Chris, ja, die heeft zo'n aanstekelijke lach. En ook zo luid. Dat je automatisch wordt meegezogen in een lachsalvo. Jacques, de juffrouw hier is jij verkeerd gereden. Zal ik misschien ondertussen... Wat even. Zal ik misschien ondertussen... Wat, hè? Oh, ik ga sterven. Vandaag gaan we op zoek naar de mens achter de chirurg. Wie is hij? Hoe is hij? Wat is hij? Zijn ze die coole excentriekelingen, zoals men wel eens beweert, uit de medische wereld? Al schuwen zij alle vormen van publiciteit, toch wou de wereldvermaarde chirurg Dr. Versavel ons te woord staan. Ik ben altijd een soort van chirurgie geweest. En vandaar dat ik dan dacht van, ah, tja, ja, ik ga iets schrijven rond een chirurg. Want dat kunnen we waarschijnlijk gaan draaien in een operatiezaal. En dat is gelukt. Een beetje nerveus. Dus met die camera. Oké. Ik kan er beginnen. Ik kan het beter. Ik sta natuurlijk bekend op mijn controversiële manier van opereren. Menselijk lichaam is iets boeiends. Als ik hier bijvoorbeeld op druk heb, dan komt daar een kop naar me. Kijk, kijk, kijk. Ah, salvo. Oh, een overschot, jongen. Ja, en niet te voorzichtig rijden, nee. Daar hebben ze van de ploeg nog over getwijfeld, als ik me dat nog goed herinner. Van ja, gaan we dat nu uitzenden of niet? Want die vraagt dan zo de weg. Iemand vraagt de weg en dan met die en darm zo. Ik vond dat heel grappig. Oké, okay. Van waar zijt je? Van Davizeeën. Laat, ik heb niet meneer Tempelier. Nee. Oeh, je weet waar de Galvenstraat zijn. Nee. We zijn in de Korte Straat. Die gaat er rechtdoor. Die gaat er eerst links, rond de kerk. En dan aan de lijstje terug naar de gas. En dan is de korte... Oei, je hebt een veer. Oké, zijn we af. Ik zal veer geven voor de Oké. Wij vonden dat eigenlijk een heel gek figuurtje tot wanneer Hooibergs ten tonele verscheen en eigenlijk overtrof de realiteit de fictie. Het is vroeg in de ochtend, maar de wachtkamer van plastisch chirurg Jeff Hooibergs zit al behoorlijk vol. Goedemorgen, dag mensen allemaal. Zo vroeg hier zie ik, maar de ochtendstond heeft goud in de mond, dus je hebt gelijk. Ja, voor uw mond gaan wel een nieuwe goud mee moeten aanboren, vrees ik. Lillig, zeg. Lillig. Bon, met wie beginnen we? Een keer zien... Ja, en vertel eens, wat drijft u naar hier? Ik heb serieus overgewicht, dokter. Ik weeg op dit moment 70 kilo. En jij hebt wat wij chirurgen een vetprobleem noemen. Of nog een dikke wijvensyndroom. Enfin, ik mag dat ook zeggen. Ik ben niet de eerste die dat zegt. Ik zal ook niet de laatste zijn die het zegt. Maar goed, ga verder. Al van toen ik 20 was, ben ik van het ene dieet in het andere. Gerold. Hè? En jij vindt jezelf te dik. Bon, wat zijt je? 30. 30. En gewicht? 70. Dat wil zeggen dat je volgend jaar 75 kilo weegt. Het jaar nadien weegt je 80 kilo. En stel dat je 80 jaar wordt. Ik zeg dat stel, want zoals je er nu uitziet, haal je dat volgens mij nooit. Dan weeg je 300 kilo. Dan kun je de mensheid toch niet aandoen. Maar ik kan u er niks aan doen. Kijk, madameke, jij ziet mij als een man met een mes in het vocht. Natuurlijk kan ik bij u 60 kilo in 1 uur wegsnijden. Maar zijt jij daarmee geholpen? Ik denk het niet, hè. Wat er gaat overschieten, dat is uw kop. En is de mensheid daarmee geholpen? Zeker niet. Ik mag dat toch zeggen?
U gaat dus niks doen. Kijk, ik kan een kleine ingreep doen die een grote wijziging kan teweegbrengen in uw eetgewoonte. Dat kan ik doen. En dan moet u niet snijden. Ja. Huh? Zo, hè, dan zie ik u graag volgende week terug. Hè, dat is afgesproken. En succes ermee. Ik kan echt niet zeggen wie Chris van den Durpel is, want daar heb je 1000 boeken voor nodig en 10 psychologen. Maar Chris van den Durpel is wel een verzameling van al zijn tipjes. Bijna 200 tipjes heeft die man in zijn hoofd. Dan kun je nagaan, misschien heeft hem zo'n hoofd. En klutst die tipjes allemaal door elkaar en je krijgt Chris van den Durpel. Flikkerde flik! Hello, kabouters. Hello, everybody. Hallo, kabouter Flik. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Het gaat moeilijk, hè? Na gisteravond ben ik blij dat ik nog kan gaan. Flopperde flop. Ik heb wat geflop. Ik heb zin in iets lekkers. En aan wat had jij zo bijvoorbeeld gedacht, kabouter Flik? Aan u. Flikkerde flik. Dag kabouter Klop. Ja, ik moest kloppen, want te zingen, de bel doet het niet. Kabouter Klop, wij hebben toch helemaal geen bel? Ah ja, dat is juist, ja. Ik was al vergeten, hè. Wilt je misschien een glaasje kaboutermelk? Klop. Klop, waar moet ik kloppen? Rustig, Klopke, rustig. Nou, rustig. Als ze zeggen dat ik moet kloppen, dan klop ik, hè. Dat is tenslotte de dingen, hè. Ben je een bokskabouter, hè. God voor de god. Chris van den Durpel kan echt heel goed mensen imiteren. Dat zag ik al altijd. Maar dat viel natuurlijk pas echt op als hij ook mij ging imiteren. Hij heeft ooit, dat was bij de Droomfabriek, was hij te gast bij mij. En ja, hij was verkleed als mij. Dus ik had zogezegd Bart Peters op bezoek. Beste Bart, dat u hier bent, dat is fantastisch. Ongelooflijk zelfs, geweldig, dik, oké. Wordt u nu niet een beetje te bombastisch? Nee, ik zie graag uw kop op de tv. Hallo? Want uw kop, Bart, uw kop, die is dik in orde. Uw kop, dat is echt wel een goede kop. Ik zie niet in wat daar verbeterd aan kan worden. Ja, uw kop, Bart, dat is de absolute top. Beste Bart, nu bent u toch aan het overdrijven. Overdrijven? Ik blijf gewoon heel cool. Ik probeer gewoon uw bakjes te beschrijven. Volgens mij heb je een ongelofelijke commerciële smul. Beste Bart, ik zal het hierbij moeten laten. Was het in orde? Bart Peters, je waart echt zo. Bart, ik vond het echt fek om met u te kunnen praten. En voilà, dat is natuurlijk ook goed voor mijn imago. Bedankt, Bart Peters. Ik krijg tranen in mijn ogen, want het afscheid is nabij. Bart Peters, waren wij indianen? Dan werd ik bloedbroeder van u. En u van mij. Onze derde podcast. Kinderen denken gewoon, papa is op tv. Als die Chris van den Durpel zien, die zeggen, het is er zover, papa is op tv. Ik weet zeker, dat is nu niet zo. Maar toen de kinderen jonger waren, hebben die dat gewoon gedacht. Bart, het is toch al een hele tijd geleden dat wij elkaar gezien hebben, hè? Ja. Hoe zou dat komen, denk je? U hebt een sabbatjaar genomen. Nee, dat word jij de sabbatjaar genomen. Nee, jongen, ik ben geweldig druk bezig geweest, hè. Ah, ja. Heel druk met... Een boek? Een boek over u. Over mij? Een boek over mij? Ja. Een boek over mijn leven? Is daar nood aan? Ik denk, Bart, dat jij de laatste bent die u daar zorgen moet over maken. Ah ja. Zet u een keer neer, gaan we dan een keer een klapje over doen. Ja, ja. Want waarom, vraag ik mij dan af, waarom is er nood aan OESO? Waarom is er nood aan de nationale test? Waarom is er nood aan Eurosonk? Waarom is je nooit aan het peulengaleis? Waarom? Omdat de mensen zot zijn van u. De mensen zijn zot van u. The audience loves you. Oké,
Oké, maar wat staat er dan allemaal in dat boek, Camille? Een geval apart. Het leven van Petersbart. Door Camille Spies. Ja. Bon, nu dat we uw toestemming hebben... Om dat heb ik niet gezegd, hè. Ja, zou ik u nog een paar vraagjes willen stellen? Zo, een paar dingen die me zo... In mijn boek... Ja. Kijkt gij, dus ik schrijf, Bart Peters, kijkt regelmatig naar zichzelf op de televisie. Ja. Zijn er zo dingen waar dat gezegd van uzelf... Potverdomme, dat stoor ik mij aan. Ik doe mijn ogen wel eens dicht als ik nadenk. Oké, okay. Dus het stoorde u niet bijvoorbeeld dat je dus die tics hebt en dat je die stopwoorden gebruikt en dat je dus dat spraakgebrek hebt en dat je dus constant zit te wippen op die stoel en dat heen en weer gekrost, dat stoorde u niet? Nee, ja. Niet echt, nee. Ja. Nee. Is goed. Dan het onderwerp drank en drugs. Ja? Zupte jij veel whisky, Campari, Orange, Sangria, Pisangambonk of het een of ander? Zoals de andere mensen. En drugs, dingen, ecstasy, speed, champignons, magic mushrooms. Nee, eigenlijk. Nee, nee. Ja, jij hebt al genoeg, genoeg gechampioneerd van je eigen. Hij voelt dat publiek echt perfect aan. Hij weet perfect waar je moet stoppen, waar je snel moet zijn, waar je nog een grap moet bijverzinnen enzovoort. Ladies and gentlemen, welkom bij Showtime, Sexy Time. En voor u staat de King Combo. Al mijn fans zijn uitgeweken naar landen rond de evenaar. Hun carrière werd vaak vergeleken met die van Peter Everaar. Ze hoorde liever Tanja Dexters of Sergio met een zware bronchiet. Oh yeah! Liever een kettingzaag of een stervende kanariepiet. Ronnie, leer dan gauw jongleren, dan gaat het publiek pas werkelijk plat. Of de lambada demonstreren met een borstel in uw gat. Heb je dat liever dat ik stilsta? Of wil je dat ik ermee stop? Ik heb liever dat je niet stilstaat, want dan valt uw zang wat minder op. Want dan valt uw zang wat minder op. Wat minder op? Ronnie, dan valt uw zingen wat minder op. Wat harder ook zo. Ronnie, dan valt uw zingen minder op. Dank u wel. Thank you. En zo, sympathieke floppertjes, liep alles toch nog goed af. Zo waar ik kabouter Flop heet, durf ik van een kleinschalig succesje spreken. Dag floppertjes.
En Lineke en Irineke, tot volgende week, hè? Het type Camille Spiesers was natuurlijk ook meteen bingo, omdat... Allee, je zag hoe Chris weer... Hè, hij deed die kleren aan, dat haar omhoog, en hij was meteen in die rol. En hij zei eigenlijk niet zo geweldig geestige dingen, maar hij zei die op zo'n manier dat het zo geestig was. Even uit. Zeg het een keer. Even wat is het? Ik doe een petitie over de lichtpollutie. Ik vind dat goed. Ze moesten er al veel vroeger mee afgekomen zijn. Ze wachten zich altijd tot als er accidenten en doden vallen en zo. Ik ben heel content dat dat er is. Hoe bedoelt u? De luchtpolitie. Nee. De lichtpollutie. Ja, ja. Lichtpollutie. Pollutie. Zijn er al van die speciale vuilbakken voor? Nee. Nee, ja. Wel, dan is het goed, dan ben ik ervoor. Nee, u moet tekenen als u er tegen bent. Ja, maar ja, tegen wat? Er is te veel licht. Te veel? Ja, s'nachts. S'nachts? Ja. S'nachts is er zoveel licht dat je de sterren niet meer kunt zien. Allee, ja, lekker overdag dat het soms zodanig donker is dat je de zon niet meer kunt zien. Allee, ja, lekker nu, als je binnen zit. S'nachts kunnen we normaal 300 sterren zien. Moest er geen licht zijn, dan zouden we er 600 kunnen zien. Moest er geen licht zijn, dan zouden we niets kunnen zien. Als het licht van de autostrades en de reclames zou gedoofd worden... Nee, maar leuk gebeurt, nee. Dan zouden we buiten de gewone 300 dubbel zoveel sterren zien. Ja, wel, luister, ik vind persoonlijk, ik vind 300, hè. Ik vind dat genoeg. Dat moet niet meer zijn. 600 sterren, ik vind dat te veel. Persoonlijk, hè. Vind je dat niet? Ik neem dus aan dat u niet tegen de lichtpollutie bent en dus ook niet wilt tekenen. Natuurlijk ook ik tekenen, natuurlijk. Natuurlijk, wat kun je winnen? Een zuivere sterrenhemel. Ah, jong, dat doe ik nog, kijk. Voilà, ik teken het en al, alsjeblieft. Hartelijk bedankt. En dan nog veel succes, hè, met jouw dinges. En voorzichtig van uw kop, hè. Misschien hebben die mannen wel gelijk, hè. Misschien maken we toch wel te veel licht, hè. Goh, de eerste keer dat ik die Camille Spiesers zag, dacht ik... Bah, wat is dat voor iets, wat een vies ventje. In zo'n vuil kot en een halve, oh, jongen, zo'n konijnenboer. Wat is? Herken je me niet misschien? Ik ben momenteel aan het repeteren voor een theaterstuk in onze vereniging Samen op de planken zonder koorts. Dat is je naam, Samen op de planken zonder koorts. En ik ben momenteel aan het repeteren voor het stuk... ik speel erin het konijn. In het stuk De Drie Biggetjes. Dat is maar een bijrol natuurlijk. Dat is geen hoofdrol. Dat is voor De Drie Biggetjes. Dat is normaal. En voor De Wolf. En ik kom dus op het stuk op het einde. Het is een groot feest. En allemaal de beesten zijn uitgenodigd. En dan kom ik dus binnen. En dan moet ik eerst kloppen. En dan steek ik de deur open en luid roepen... Is er geen belet? Dat ben ik het doen, dat is niet moeilijk. Hoe kijk je niet? Is er geen belet? Monseigneur, monseigneur, één vraagje. Waarom heeft ons land nog nood aan een koning? De mensen, zij zeggen soms... De koning is niet meer van deze tijd. De koning moet worden afgeschaft. De koning is ouderwets. Maar dan heb ik ook een vraag, hè. Wie gaat dan nog het land besturen? De koningin kan dat niet alleen, hè. Broeimond gaat wel een nieuwe goud mee moeten aanboren, vrees ik. Lillig, zeg. Lillig. Goh, met wie beginnen we? Een keer zien. Ja, en vertel eens. Wat drijft u naar hier? Ik heb serieus overgewicht, dokter. Ik weeg op dit moment 70 kilo. En jij hebt wat wij chirurgen een vetprobleem noemen. Of nog een dikke wijvensyndroom. Enfin, ik mag dat ook zeggen. Ik ben niet de eerste die het zegt. Ik zal ook niet de laatste zijn die het zegt. Maar goed, ga verder. Al van toen ik 20 was, ben ik van het ene dieet in het andere. Gerold. En jij vindt jezelf te dik. Bon, wat zei het je?
30. En gewicht? 70. Dat wil zeggen dat je volgend jaar 75 kilo weegt. Het jaar nadien weegt je 80 kilo. En stel dat je 80 jaar wordt, is dat stel, want zoals je er nu uitziet, haal je dat volgens mij nooit. Dan weeg je 300 kilo. Dan kun je de mensheid toch niet aandoen. Maar kan u er niks aan doen? Kijk, madameke, jij ziet mij als een man met een mes in het vork. Natuurlijk kan ik bij u 60 kilo in 1 uur wegsnijden. Maar zijt jij daarmee geholpen? Ik denk het niet, hè. Wat er gaat overschieten, dat is uw kop. En is de mensheid daarmee geholpen? Zeker niet. Ik mag dat toch zeggen? U gaat dus niks doen. Kijk, ik kan een kleine ingreep doen die een grote wijziging kan teweegbrengen in uw eetgewoonte. Dat kan ik doen. En dan moet u niet snijden. Ja. Huh? Zo, hè, dan zie ik u graag volgende week terug. Hè, dat is afgesproken. En succes ermee. Ik kan echt niet zeggen wie Chris van den Durpel is, want daar heb je 1000 boeken voor nodig en 10 psychologen. Maar Chris van den Durpel is wel een verzameling van al zijn tipjes. Bijna 200 tipjes heeft die man in zijn hoofd. Dan kun je nagaan, misschien heeft hem zo'n hoofd. En klutst die tipjes allemaal door elkaar en je krijgt Chris van den Durpel. Flikkerde flik! Hello kabouters, hello everybody! Hallo, kabouter Flik. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Het gaat moeilijk, hè? Na gisteravond ben ik blij dat ik nog kan gaan. Flopperde, flop. Kabouter Flop, ik heb zin in iets lekkers. En aan wat had jij zo bijvoorbeeld gedacht, kabouter Flik? Aan u. Flikkerde flik. Kruppelde kruppel. Ah, dag kabouter Klop. Ja, ik moest kloppen, want de dingen, de bel doet het niet. Kabouter Klop, wij hebben toch helemaal geen bel? Ah ja, dat is juist, ja. Ik was al vergeten. Hè. Wilt je misschien een glaasje kaboutermelk? Klop. Klop, waar moet ik kloppen? Rustig, Klopke, rustig. Maar rustig. Als ze zeggen dat ik moet kloppen, dan klop ik, hè. Dat is tenslotte de dingen, hè. Ben je een bokskabouter, hè. God voor de god. Chris van den Durpel kan echt heel goed mensen imiteren. Dat zag ik al altijd. Maar dat viel natuurlijk pas echt op als hij ook mij ging imiteren. Hij heeft ooit, dat was bij de Droomfabriek, was hij te gast bij mij. En ja, hij was verkleed als mij. Dus ik had zogezegd Bart Peters op bezoek. Beste Bart, dat u hier bent, dat is fantastisch. Ongelooflijk zelfs, geweldig, dik, oké. Wordt u nu niet een beetje te bombastisch? Nee, ik zie graag uw kop op de tv. Hallo? Want uw kop, Bart, uw kop, die is dik in orde. Uw kop, dat is echt wel een goede kop. Ik zie niet in wat daar verbeterd aan kan worden. Ja, uw kop, Bart, dat is de absolute top. Beste Bart, nu bent u toch aan het overdrijven. Overdrijven? Ik blijf gewoon heel cool. Ik probeer gewoon uw bakkes te beschrijven. Volgens mij heb je een ongelofelijke commerciële smul. Beste Bart, ik zal het hierbij moeten laten. Was het in orde? Bart Peters, je waart echt zo. Bart, ik vond het echt fek om met u te kunnen praten. En voilà, dat is natuurlijk ook goed voor mijn imago. Bedankt, Bart Peters. Ik krijg tranen in mijn ogen, want het afscheid is nabij. Bart Peters, waren wij indianen? Dan werd ik bloedsbloed. Nee, geen enkel probleem, maar ook veel maar. Goed, de heren hebben zo dadelijk een gedicht geschreven voor u, Hanne, om uw keuze wat te vergemakkelijken. Heren, wie gaat er beginnen? Wel, ik dus werkelijk. Ik zou dus willen beginnen dus met een geweldig gevoelig gedicht dat ik zelf dus volledig, werkelijk, volledig heb geschreven. Niet voor mijzelf natuurlijk, maar dus wel voor, degelijk voor Hanne, die ik daarmee toch hoop een groen hoeflijk plezier te doen. En het...
gaat als volgt. Ja. Het gaat als volgt. Het is nog donker. En jij, jij ligt nog wat te slapen. Je ene been hangt uit je bed. Je haren volledig door elkaar. En je, ik geef je een zoentje op je kleine neusje. En maar je wordt het niet gewaar. O, Anne, als ik jou zie, dan ben ik niet meer bij te sturen werkelijk. Anne, die momenten, die zouden eeuwig moeten blijven duren. Hanne, als ik jou zie, dan ben ik niet meer klein te krijgen. Hanne, ik zou je dolgraag even op mijn degen leggen. Ja, ja. Goed, goed. In orde, in orde. Jacques, de juffrouw hier is haar weg kwijt. Ze is naar het schijnt verkeerd gereden. Van de splitsink. Juffrouw, ik vind het schoon. Jacques. Ja, schoenen hebt, hè. De slappe lach met Chris van den Durp op set gebeurt heel, heel regelmatig. Omdat Chris, ja, die heeft zo'n aanstekelijke lach. En ook zo luid, dat je automatisch wordt meegezogen in een lachsalvo. Jacques. De juffrouw hier is jij verkeerd gereden. zal ik misschien ondertussen... Wat zal ik misschien ondertussen... Wat hè? Vandaag gaan we op zoek naar de mens achter de chirurg. Wie is hij? Hoe is hij? Wat is hij? Zijn ze die coole excentriekelingen, zoals men wel eens beweert, uit de medische wereld? Al schuwen zij alle vormen van publiciteit, toch wou de wereldvermaarde chirurg Dr. Versavel ons te woord staan. Ik ben altijd een soort van chirurgie geweest. En vandaar dat, ik dan dacht van, ah, tja, ja, ik ga iets schrijven rond een chirurg. Want dat kunnen we waarschijnlijk gaan draaien in een operatiezaal. En dat is gelukt. Ik ben een beetje nerveus. Dus met die camera. Oké. Okay. Okay. Laten we kunnen beginnen. Is dat niet beter? Ik sta natuurlijk bekend op mijn controversiële manier van opereren. Menselijk lichaam is iets boeiends. Ik ben eens gaan kijken. Als ik hier bijvoorbeeld op druk heb, dan komt er een kop naar omhoog. Kijk, kijk, kijk. Ah, salvo! Oh, een overschot, jongen. Ja, en niet te voorzichtig rijden, hè? Daar hebben ze van de ploeg nog over getwijfeld, als ik me dan nog goed herinner. Van ja, gaan we dat nu uitzenden of niet? Want die vraagt dan zo de weg. Iemand vraagt de weg en dan met die en darm zo. Ik vond dat heel grappig. Okay. En van waar zijt je? Van Davizee. Ah, dat ken ik niet in Belier. Nee. Oeh, je weet waar de Galvenstraat zijn. Nee. Je zit in de Korte Straat. Die gaat er rechtdoor. Die gaat op eerste links, rond de kerk. En dan aan de lijstje, terug naar gas. En dan is de korte... Oei, je hebt een veer. Oké, zijn we af. Ik zal het meegeven voor de Oké. Wij vonden dat eigenlijk een heel gek figuurtje tot wanneer Hooibergs ten tonele verscheen en eigenlijk overtrof de realiteit, de fictie. Het is vroeg in de ochtend, maar de wachtkamer van plastisch chirurg Jeff Hooibergs zit al behoorlijk vol. Goedemorgen, dag mensen allemaal. Zo vroeg hier zie ik, maar de ochtendstond heeft goud in de mond, dus je hebt gelijk. Sorry. Dat je door een zachte druk werken oefenen, die kleine stukjes door de buis, ja, dat je een verstopping hebt. Voilà, dat is met de maxi.
en skilt en vriend. De Vlamingen op het oorlogspad, skilt en vriend. Hallo! Goedendag, beste pottenkijkers. Vandaag wil ik het met u over iets hebben waar we allemaal al een keer mee te maken krijgen, namelijk spaghetti. Hoe kunnen u weten of dat je goede spaghetti gemaakt hebt? Dat is heel gemakkelijk. Als dat tegen de muren blijft hangen, dan is het goeie. En nu alleen de saus nog. Dus we nemen een pollepel saus en ik kwak die, maar in plaats van die tegen de muur kwakken, vloog die eigenlijk iets te hoog en vloog die eigenlijk tegen het plafond. En dat begon zo. Dat gaat lekker. Het was een lumineus idee, een sketch Bart de Pauw en Chris van den Deupel. Dat kan niet anders dan geweldig worden. En het mooie was dat het zou zijn met de man van Melle en de bokser. Welkom bij Eén Nacht met het datingprogramma waarin een fan één nacht op stap mag gaan met zijn idool. Ik ben dus werkelijk met de trein naar hier gekomen, dus speciaal. Vanuit Melle, dus de Koekoekstraat, nummer 70. En ik ben hier niet alleen voor Hanne, maar ook voor mijn eenzaamheid, dus werken. En speciaal voor de leerling ben ik dus ook exhibitionist geworden. Exhibitionist? Ja, ik ben dus volledig exhibitionist geworden, hè. Dus ik eet geen vlees meer, hè. Dus alleen dus vis en groenten, dus volledige exhibitionistische neiging eigenlijk. Hè. Ah ja, dus eigenlijk bent u vegetariër, bedoelt u? Hé, Lambert, ik zei dat ik geen vlees eet. Als ik jou zou kiezen, hoe zou je mij dan verrassen? In de living zou ik zo een hele grote doos zetten, zo volledig ingepakt met inpakpapier en dan met zo'n grote streek rond. Dus werkelijk als verrassing zou ik u dus verrassen met dus verwenbonds uit de flair. Dus werkelijk. Ja, dat klinkt wel heel goed. Dat klinkt goed zeker, hè. En dan zou ik u een stevige saunabeurt geven. Dus werkelijk en dan dus ook volledig in smeren met van die lekkere olie en dus overal in smeren. En dus de zonnebank met u. Oh, dat zou ik. Oh. Ah, werkelijk. Toen is het idee ontstaan van laten we nu gewoon mekaars typetje inspelen. Laten we een keer omwisselen. En de man van Melle wordt dan ineens de bokser. En de bokser wordt de man van Melle. Moest me voeg doen, hè. Van die grote branden. Firma! Dingen, verder. Ja. Ja. Je bent gewoon een beetje te lang, hè. Van wie bent u? Van Gent? Het klinkt niet zo. Ik weet allemaal niet wat ik aan het doen ben om mijn tandenvlies erop. Ik heb terug tang. Die twee hebben elkaar zo aan het lachen gemaakt dat ik weet niet hoeveel keer dat we dat moeten opnieuw opnemen hebben. En dat was de een die dan begon te lachen, dan begon Bart weer te lachen. Goed, Anne. Ben ik kretsen. Ik heb mijn partner doorgeklopt, hè. Ja. Ik heb hobby's voor hokjes kijken. Triestig, werkelijk. Dingen allemaal. Ja. Moet je nu uitleggen? Bij de aanplanting van een bos in Lokeren stond Camille Spieses daar als tuinman nummer 1 en ook zijnde uit Lokeren. En de prins kwam daar aan en herkende onmiddellijk Camille Spieses en liep regelrecht naar Camille toe, maar vergat wel dat daar de burgemeester en de gouverneur en alle schepenen. Oei, en de prins was weg. Monseigneur, mag ik u welkom heten?
U mag mij welkom heten, maar ik heet eigenlijk al Laurent. Maar goed, vandaag ben ik hier om een oud mens gelukkig te maken. Daarvoor ben ik naar hier gekomen. Ik ben gestruikt. Excuseer, het ingang is nog wel klein, maar we hebben niet de financiële middelen. Goedendag. Goedendag, ja. U bent oud, hè, meneer? Ze hebben u 1418 nog meegemaakt. 1418, dat is een hele moeilijke leeftijd, hè. Goedendag, mevrouw. En wie bent u, oude mevrouw? Dat is Wiske. Ja, zij is pas 102 geworden. 102, allee, dat zou je niet zeggen, ja. Ze ziet er veel ouder uit, hè, met al dat verrippel. Dat komt goed van pas. Allee. Maar stel er moeten handen thuis aan. Ja, dat zijn oude snoepers, hè. Je kunt daar niet streng genoeg mee zijn, dat is echt waar. Hè. Zoals u gezien hebt, monseigneur, heeft dit rusthuis dringend behoefte aan extra middelen om onze bejaarden de juiste verzorging te kunnen bieden. Ik huur de kamer en ik zal 3 maanden voorschieten. Ah ja, en ik heb ook nog een foto van de nieuwe logé. Voilà. Voor een placement. Allez, bon. Tot ziens. Monseigneur. Hij ziet er ook fysisch heel goed uit als prins Laurent, vind ik. En ook die stem en die manier van spreken. En ook weer het lachje dat hij daar meegeeft. Dat is grandioos. Dat vind ik een van zijn sterke figuren, die prins Laurent. Echt waar. Prins Laurent is het boonkop. Afvind je de, hè? Ja. Monseigneur, mag ik u namens al onze medewerkers hartelijk welkom heten in onze zoon? Dat mag u. Ik heb veel genoegen hier te zijn. Ik ben graag onder de beesten. Mag ik u voorstellen, monseigneur, onze ontvangstdames Martin en Joko? Oh, wat een mooi meisje. Ze heeft een grote attractie. Kom hier dat ik u pak. We hebben ooit de vraag gekregen van prins Laurent zelf om een compilatie te maken met alle sketchen die Chris gedaan had waarin hij als imitatie inzat. Dus de rest hoefde hij allemaal niet te hebben. Hij wou gewoon de fragmenten hebben waarin hij gepersifleerd werd, omdat hij het zo geweldig vond. Wel, iedereen weet dat prins Laurent een grote dierenvriend is. Op een bepaald moment zit er daar ook ergens een sketch met het zogezegd diervriendelijke van prins Laurent. Bijzonder grappig, moet ik zeggen. Elke dag voor ik begin aan mijn zware dagtaak als prins, laat ik hem nog even uit, mijn hond, Edouard. Hij loopt achter een stok, hij doet zijn boodschappen. Ja, het is fijn een hond te zijn. Er is een glazen gevallen. Er is van de week heel wat mail binnengekomen. Kan u dat direct een keer laten zien?